Volgens burgemeester Peter van der Velde van de gemeente Breda waren er duidelijke redenen om dit jaar aanzienlijk meer politie in te zetten voor een goed verloop van de Hardy -dag dan in 2009. Hij reageert hiermee op het besluit van het bestuur van de Hardy -dag om dit evenement volgend jaar niet te organiseren. Er waren volgens van der Velde aanwijzingen dat mensen het feestje mogelijk zouden willen verstoren. Hij hoopt dat het bestuur nog op het besluit terugkomt.